Hans Bekkenutte. Je was vandaag de gast bij Tafelbrood. Hoe was dat om te doen? Ja, was heel leuk. Zelfs voor mij nog weer om al die herinneringen op te halen. Wie je dan in één keer weer van het ene verhaal komt het andere. Wat je alweer een beetje weggezet hebt. En dat komt toch weer naar voren. Dus dat was gewoon heel leuk. Ja, ja, want je hebt een tijd bij Heracles gevoetbald, hè? Ja, ik heb in 1976 ben ik begonnen bij Heracles. Nee, 1975. Want, en tot en met 81-82 heb ik gespeeld bij Heracles, ja. Ja, en ja, hoe was dat? En zaten daar nog wat bekende spelers bij die nog langer zijn blijven spelen? Wat waren jouw teamgenoten? Nou, onder andere Rapoel, die is veel langer blijven spelen. Ik denk dat dat een van de spelers is die het langste bij Heracles heeft gespeeld. Nou, en daarnaast hadden we in die tijd een samenwerking met FC Twente. En dat was in die tijd voor ouderen is dat misschien een Caloraan, een Ferry Pira, een Jan Bronckers. Nou, dat zijn mensen waar ik toen mee gevoetbald heb. En als 19-jarige heb ik daar heel veel van geleerd. Ik sta hier bij Minnie Bos. Zij is ook een van de leden van Tafelbrood. Hoe is het om als vrouw tussen zo'n grote mannengroep staande te houden? Nou, in het begin vond ik het heel moeilijk. Het was echt een drempel, moest ik over om hier naartoe te gaan. Maar 2 jaar geleden was mijn man overleden. En ik ging niet meer naar de voetbal alleen, maar dat wou ik niet. Maar ik denk, ik wil toch bij de club. Ja, ik wil erbij blijven. Ik wil horen wat er allemaal gebeurt. Ik sta hier bij Jan Bos. Jan Bos. Ja, hoe is het om bij Tafelpraten elke week te staan? Ja, dat is heel leuk, ja. Je hoort nog eens dingen waar je normaal niet zoveel van af weet. Niet. En, ik ben geen fanatieke supporter van Heracles, tenminste niet op het veld. Maar heel interessant, ja. Het was een interessante middag. Ja, heel vermakelijk. Ja, vanmiddag was hier weer een aflevering van Tafelbrood. Ja. Ja, hoe ging het vanmiddag? Vertel er eens over, Wim Ardes. Ja, nou, ik vond het erg leuk en gezien de glunderende gezichten van iedereen en de gelach wat regelmatig los was het een heel plezierige bijeenkomst. Ja, want er wordt heel wat afgepraat, hè? Ja, nou ja, voetbal geeft natuurlijk altijd genoeg gesprekstof. En als je dan een gast hebt die leuke anekdotes kan vertellen. Het leukste is natuurlijk om iedereen zijn mening te horen. En zo zit ook eigenlijk het programma een beetje opgebouwd. We beginnen altijd met na te praten en dan proberen we ook nog een beetje in de toekomst te kijken. Nou ja, een paar wedstrijden vooruit dan. Maar ja, wanneer is altijd Tafelbrood en hoe vaak? En ja. Ja, waarom doen jullie het eigenlijk? Ja. Nou, we doen het eigenlijk, het komt voort uit het motto van OVA, dat is levenskunst 55 plus. Veel activiteiten, voornamelijk kwamen daar dames op bezoek. We hebben gezegd van, ja, eigenlijk moet je ook iets hebben wat de heren, de mannen aantrekt. Nou ja, voetbal is bij de meeste mannen dan wel een van de sporten waar ze graag over willen praten. Nou, dat klopt dus ook. Dat heb je vanmiddag nog eens een keer meegemaakt. Het is dus eigenlijk speciaal opgezet voor de mannen. En ja, gelukkig wilde Heracles en het Huis van Katoen en de vrienden van het Hoorkoers er allemaal aan meewerken. En vandaar dat we op die manier een gezellige maandelijkse bijeenkomst hebben. Iedere laatste maandag, 's middags van 2 tot ongeveer 3:30, 4:00... Dan kletsen we gezellig na en proberen we ja, ook weer een bezoeker, een gast, dus aan de tand te voelen over zijn voetbalgeschiedenis.